Hey, goed dat je kijkt naar deze review. We gaan vandaag een andere review doen, dus we gaan niet via de iPad doen, geen computer of iets anders, maar we gaan het via de Android telefoon doen. Nou, dit is een Samsung telefoon, Advance. En ik heb de app gedownload, Camera MX, die je hier ziet. Die is van het bedrijf Magix. Nou, daar klikken we op. En daar kan je heel erg mooie foto's mee maken. Ik heb het al een tijdje getest om de resultaten te bekijken. Ik zal je straks wat video's of foto's laten zien wat je ermee kan doen. Nou, je opent de app. Klik op het middelste gedeelte. En vervolgens zie je dit scherm. En als je dan hier beneden klikt op FX, kan je je foto bewerken. Nou, nu moet je heel goed kijken. Rechts onderin kan je dan alles selecteren. En zoals je ziet, kijk, dit is ook wel gaaf, hè? Dat je zo je foto kan maken. Nou, dan zal ik hem even keer maken. Nou, dan moet ik een andere functie doen. Nou, laten we even een andere functie doen. Nou, dan wordt hij een andere kleur. Zo wordt hij ook een andere kleur. Nou, laten we deze doen bijvoorbeeld. Zie je? Dus als wordt hij... ja, wat is het? Dan herhaalt hij alles. Nou, die gaan we maken, die foto. De afbeelding wordt opgeslagen, dus gelijk goed. Best gewoon goede kwaliteit. Nou, zie je, dan is hij hier opgeslagen. Kan je gewoon rechtsboven aanklikken. En dit is de foto van mijn computerbeeldscherm, zoals je hier ziet op Facebook. Nou, dit is de foto en je kan nog veel meer bewerken. Hier kan je hem delen. Hier kan je nog extra functies doen. Nou, je hebt allemaal opties. Zie je de witbalans, de helderheid, de verzadiging, de kleurtemperatuur, de contrast, de scherpte zelfs ook nog. Het knippen, draaien, spiegelen, horizontale correctie. Dus wil je echt een goede fotobewerking app hebben, nou, dan moet je deze echt kiezen van de Magix. Camera MX heet die. Ik zal hem nog een keer laten zien als ik terug ga naar menu van mijn telefoon. Even kijken, applicaties. Moet ik hem even zo laten zien. Zie je hem hier staan? Camera, hier zo. Camera MX heet die, van Magix. Als je die even intypt op de Google Play omgeving, dus de Android omgeving, dan kan je hem in ieder geval downloaden. En ik zal je even een foto laten zien. Ik zet hem eventjes op pauze. En dan laat ik je een foto zien die ik al ermee heb bewerkt. En het is echt heel mooi geworden. Echt een super app. Oké, daar ben ik weer. Ik was laatst op kaamvisite, zoals je hier ziet. Dit was een normale foto die is gemaakt. Ik zal hem even weer aantikken zodat hij weer wat helderder wordt. Dit is dus een normale foto die is gemaakt. En ik zet het nu even op pauze en dan ga ik de bewerkte foto. Dus dan moet je even kijken wat het verschil is. En dit is de bewerkte foto. Zoals je ziet, het verschil is veel mooier. Dit is een speciale effect die ik er heb bijgedaan. En dan ziet dit er gewoon iets meer, ja, gewoon iets meer mooier uit. Een mooier effect heeft hij op de foto's. En dan komt er gewoon veel mooier uit. Dan kan je gewoon echt een foto van laten afdrukken eigenlijk. Of op Facebook zetten of gewoon met mensen delen. En ja, het is gewoon een hele gave app als je je video wilt... ik heb het steeds over video. Dus je foto wilt bewerken en mooie effecten wilt geven. Dus nogmaals, van Magix, de Camera MX heet die. Zoek hem even op Google Play en dan hoor je natuurlijk graag wat jij ervan vindt. En dan heb je nog andere suggesties van andere goede fotobewerkingsprogramma's. Laat het mij dan in ieder geval weten.